Ik moet een beetje oppassen met dit filmpje, omdat het niet altijd waar is. Maar als je in Nederland of België een auto huurt, dan heb je altijd te maken met kleine letters. En daar staat in, u hebt de auto volledig afgetankt meegekregen. En wee uw gebeente als u hem niet volledig afgetankt terugbrengt. Want dan krijgt u boetes en dan moet u tientjes betalen. Niet alleen voor de benzine, maar ook voor het werk van het aftanken. Omdat benzine hier nog steeds grofweg 1/3 is van wat je in Nederland betaalt, zijn ze daar hier minder strikt in. Het kan dus gebeuren dat als je een auto huurt op de airport, dat die niet helemaal perfect afgetankt is. En het kan ook gebeuren dat als je de auto terugzet, niet helemaal perfect afgetankt, ongeveer waar die was, dat men het helemaal prima vindt. Je moet een slagje om de arm houden, want het is inderdaad niet altijd waar. De grote internationale verhuurders die zijn het meest internationaal en dus ook het meest streng daarin.